Nee, ja, ik kreeg hier vandaag van René Kars, die heeft het onder andere in handen om het te regelen. Kreeg ik hier een podium bij Herberg Het Plein, geloof ik, heet die. Fantastisch mooie zaak. En daar hebben we de hele dag gestaan, vanaf vanmorgen 11 uur tot vanmiddag 5 uur, met nog een paar andere artiesten. En ja, goed, we hebben net het podium gehad voor TV Oranje en nu net het podium voor Radio NL. Waanzinnig. Meppel, en dat meen ik oprecht. Meppel is een van de steden in Nederland waar menig stad en dorp een voorbeeld aan kan nemen als het gaat om het organiseren van dingen. Want ik sta hier gewoon echt perplex wat hier gebeurt. Dus volgende week sta je hier nog een keer, maar dan met de ambtenaren uit Smallingenland, uit Drachten, om te kijken hoe het eigenlijk zou moeten. Nou, je zegt het, maar ik heb vanmiddag om me heen laten gaan. Hier zouden eigenlijk een paar ondernemers, met name horeca uit bijvoorbeeld Drachten, die hadden hier voor aardigheid gewoon eens rond moeten gaan lopen wat hier allemaal gebeurt en hoe ze het doen. Want het is zo, het dorp waar ik vandaan kom, daar staan niet altijd de neus in dezelfde richting. En dat is jammer. Want ik denk dat je met elkaar gewoon veel meer kunt bereiken dan dat je een beetje elkaar tegen begint te werken. Ik denk niet dat dat de oplossing is. En de horeca die heeft het al ontzettend moeilijk momenteel. Dus ik denk als ze als ze willen overleven, denk ik toch dat men meer moet samen gaan werken. En waar ik persoonlijk een groot voorstander van ben, is dat ze gewoon de horecatijden terug moeten halen. Gewoon 1 uur 's nachts, paf, licht eraan, 1:30 naar buiten. Heb je s'avonds om 8 uur de cafeetjes weer vol, krijg je jong en oud krijg je weer bij elkaar. Ik denk dat het veel gezelliger gaat worden. Zou je niet weer terug willen naar een eigen café? Op dit moment niet, want ik heb het gewoon zo waanzinnig leuk voor elkaar. En ik geniet er iedere keer weer van, maar zeg nooit.